Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering in de El Giro Elia Feyenoord Carrière Mode. En dit is jammer genoeg de laatste aflevering van dit seizoen. Het is wel van dit seizoen, dus er komt nog een tweede seizoen aan van El Giro Elia bij Feyenoord. Maar in dit seizoen kunnen wij nog de Eredivisie winnen. En daarnaast zitten we ook nog in de Champions League. Dus KNVB-beker zijn we jammer genoeg uitgeschakeld. Maar we kunnen eigenlijk wel zeggen dat dit denk ik wel een goed seizoen is geweest. Als we natuurlijk de prijzen pakken. Want we moeten nog een wedstrijd gaan winnen in de Eredivisie. De huidige stand is momenteel in beeld te zien. En we spelen een wedstrijd tegen PEC Zwolle. En we spelen thuis. Dus eigenlijk moet je wel zeggen dat dit niet meer fout kan gaan. Maar ja, de bal is rond. Je weet hoe het is met voetbal. Dus we moeten natuurlijk keihard werken om hier natuurlijk met de overwinning naar huis te gaan. En zoals we nu in beeld kunnen zien, volgende stap voor Feyenoord op weg naar de titel. Deze titel moeten wij pakken. En beide teams willen meer dan een punt. Wij moeten gewoon winnen. Als wij winnen, zijn we kampioen. Het is de dag van een wedstrijd. We spelen tegen PEC Zwolle. En we gaan even kijken wat PEC Zwolle op de mat gaat brengen. We zien dat T dus 9 goals heeft gemaakt in 22 wedstrijden. Druif, volgens mij staat Druif er nu in. Die heeft maar 3 goals gemaakt. Dus we willen natuurlijk niet gelijk zeggen dat het een makkie gaat worden. Maar het zijn wel dingen waar we over na moeten gaan denken. Ja, en Druif staat dus in de spits. Ze spelen op de lange bal. Met de lange bal, hoe je het wilt noemen. En best wel verdedigend eigenlijk. Zoals jullie weten ligt onze kracht bij onze vleugels. En hoe we dat gaan doen? Jimenez in de spits, Paixão en Dilrosun aan de zijkant. Stengs, Timber en Feika, allemaal 80 algemeen. Lopez op de linksachterpositie, omdat Hartman natuurlijk geblesseerd is, jammer genoeg. Maar Lopez gaat het goed invullen. Hansko, Geertruida, Sint-Juste en Bijlo op doel. Dit is vertrouwd en ik denk dat deze wedstrijd echt goed gaat komen. Maar dat gaan we zien. Voelen een klein beetje druk. Jimenez natuurlijk wordt op ingezoomd, want hij moet natuurlijk voor de goals gaan zorgen. Heet u van harte welkom met deze wedstrijd. Dus, en we zijn begonnen. Dit is de dag waarop de thuisclub kampioen kan worden. Oké, Lopez, goede actie naar binnen. En we zoeken eigenlijk naar een middenvelder die wat gaat doen. Bal naar buiten. Dilrosun zoekt. Is hem voorbij? Hij is hem voorbij. Oh, hij is hem voorbij. Inspelen. Kijken. Kijken. Stap uit. Draaien. Schieten. Afwerken. Golasso. En we staan al heel snel 1-0 voor in deze titelstrijd. 7 minuten gespeeld. En we deden het via de vleugels zoals we van tevoren hadden afgesproken. En prachtig uitgespeeld. Heerlijk hoor. Hij ligt nog steeds op de achterlijn. Op schaatsen gezet. En heerlijk. Timber maakt hem af. Golasso. En altijd lekker om zo te beginnen. Elia is ook blij. Tuurlijk. Hij is goed blij, hè, met dat doelpunt. Ja, tuurlijk is hij blij. We kunnen gewoon kampioen worden. Younes Namni. Kijk, en we moeten natuurlijk doorpakken. Dus niet te ver achteruit lopen. Zij gaan ook. Oh, goed uitgekapt. Maar we staan er nog voor. Niet laten schieten. Oeh, we moeten oppassen hoor. Bal naar midden. En we gaan er gelijk weer naar buiten. Die kan er. Oh, jammer hoor. Draait heel snel om zijn as. Maar de verdediger die stond goed op te letten. Durf, inspelen. Oh, hij wordt neergehaald. Ik wilde hem teruggeven aan hem. Maar Paixão gaat dan zelf maar. Oh, geluk. Is hij hier langs? Ja, hier is hij langs. Kijken, kijken. Inspelen. Kan ik iemand? Hij maakt hem zelf. Hij maakt hem zelf. En eigenlijk drukte ik niet eens op schieten. Hij doet het gewoon helemaal zelf. Hij dacht, jij reageert veel te sloom. Dus ik doe het even zelf. En daar ben ik super blij mee. Want we maken hierdoor gewoon de 2-0. Geweldig, we zitten op rozen. Echt waar. Ik wil hem hier pasen en dit doet hij gewoon helemaal zelf. Hij dacht, koekoek, doei doei. Ja hoor. Paixão. Hierom is hij teruggehaald. Initiatief nemen. En door ingrijpen. Ja. Oké, Jimenez lopen. Lopen. Krijg je hem ook mee? Oh, slechte aanname. Oké, we gaan in een 1 tegen 1 hier aan de zijkant. Hij passeerde ons net en nu weer. Maar nu is er rugdekking. Scheids. Vind jij dit een overtreding? Ik deed helemaal niks. Ik stapte alleen in. En ik had hem ook nog. Oh. Als we hem dan zo tegen krijgen, dat zou wel heel lelijk zijn. Maar dit doen we goed. Laten vallen en lopen. Hij krijgt daar geen ruimte. Net niet op tijd. Maar hier aan de andere kant ligt ruimte. Als je naar binnen dribbelt en hij moet lopen, kunnen we hem... Hey, hij moest iets binnen doorgegeven worden. Jimenez loopt, krijg je hem. Aannemen. Naar buiten, terug naar de 16. Dilrosun, maak je actie, schieten met je linker. Te zwak.
te sloom ingezet. Hebben? Oké. Okay. Kom maar. Jimenez loopt. Krijg je hem weer? Lichaam erin. Kijk, maar hoe kan PEC Zwolle op deze manier verdedigen? En dan heeft hij hem ook nog eens. Dan zou het misschien nog wel een gevaarlijk spel moeten zijn. Even kijken. Hoe kunnen wij nog een kans creëren hier? Loopactie, wil ik zien. Krijg je hem? Doe maar. Doe maar, Jimenez. Doe maar. Koppen. Dan moet je koppen over hem heen. En dan vindt de scheids fluit gewoon af midden in hun 16. Wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie dit kunnen dat hij zo afluit om midden in de 16? Dat is toch belachelijk? Hé, hey, hij past hem gewoon naar mij. Dankjewel hoor. Dankjewel. Vind ik wel heel aardig van je. Gaan we ook gelijk vooruit? Jimenez loopt. Ze proberen opnieuw een opening in de verdediging te vinden. Spits is vrij, spits is vrij. Lichaam erin. Draaien, draaien. Doe maar. Met je rechter ook. Zijn bedoeling was een geplaatst schot. Zonde, zonde. Maar goed, we laten wel weer zien dat de tweede helft ook heel veel zin hebben. Winnen. Naar de spits. Ja, heb je. En lopen. Eroverheen, eroverheen. Doorlopen, doorlopen, doorlopen. Krijg je hem. Kleien. Hebben. Jimenez lopen, lopen. Krijg jij hem nu? Ja, aannemen. Eigenlijk moet ik pasen, maar... Ik gun hem zo erg een doelpunt dat ik daar gewoon zelf schiet. Lopez. En lopen, Lopez. Och, kijk, zie je hoe snel die timber kan draaien. Spits in, laten vallen. Steens. Naar de zijkant. Oh, prachtige paas, Steens. Prachtig. Iemand vrij? Ja, doen. Jongen, jongen, jongen. Maar zie je hoe prachtig er gevoetbald wordt. En ik denk dat ik even ga wisselen, want ik gun nog meer spelers dit feestje. Wij gaan ook maar gelijk drie keer wisselen. Poku komt erbij. Pijka gaat eruit. Zerouki komt erin. En wie was de laatste eigenlijk die ik heb gebracht? Meijer. Ja, Meijer komt op linksback. Het is gewoon puur om hem wat minuten te gunnen. Want, die gaan we volgend seizoen zeker meer zien. Die is goed. Kom maar, koppen. Oh. We doen er alles aan om jou een goal te gunnen. En het lukt nog steeds niet. Nog een keertje. Springen, springen. Het zit er denk ik niet in. 80ste minuut komt Dessers erbij, dus je hebt nog 10 minuten. Meijer goed ingedribbeld. Stengs heel veel ruimte. Meijer zit gewoon op het lopen. Wat gaat die Meijer doen? Och, goed uitgespeeld eentje. Stengs door, Stengs zelfs. In de kleine ruimte. Meijer. Kijken, Zerouki binnenkant voet, verre hoek. Lukt niet. Oh, we zijn er lang. Schieten, ver. Oh, timber. Wat jammer, in de korte ruimte. En Elia die geniet hier natuurlijk van. Zoals ik al zei, 80ste minuut ga je eraf. Dessers komt er dan ook nog even bij. En nieuwkoop ook voor Sint-Juste. Deze jongens hebben het gedaan dit seizoen. Oké, ze zetten dus nog wel wat druk vooruit. Meijer 1 op 1, kom maar. Kom maar Meijer. Nou, de bal was wel te makkelijk gegeven. Netjes die bal weggewerkt. Maar ook slecht door een Dessers op de brommer. Er zijn mogelijkheden. Lopen, doe maar. Doe maar Poku, hier hebben we Poku voor. Kijk eens. Kijk eens hoe snel die is. Dessers, waar wil je hem? Dessers, je wilt hem niet, Dessers. Dan moet Poku natuurlijk deze wel erin schieten. Dit moet hij dan zelf doen, want daarmee beloont hij zichzelf. Wat is dit? We zijn toch gewoon kampioen? Waarom? Ik wil net zeggen, waar is de vreugde? Ik zag het ook niet eens bij de fans. Maar als je zo'n seizoen hebt gehad, met heel veel succes... Dan moet je natuurlijk super blij zijn als dit het eindresultaat is. Kijk, en Meijer. Wat een geweldige speler. En talent die volgend seizoen zeker meer minuten gaat krijgen. Prachtig. Feyenoord is dit seizoen op EAFC de beste van het land. Ik krijg gewoon een zwart beeld. Ik wil net zeggen, we hebben hier zo hard voor gewerkt. En dan wilden ze het gewoon niet laten zien. Heerlijk hoor, Geertruida gaat de beker ophalen. Voor de hele technische staf bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Moet je eens kijken. Echt een genietmomentje. Heerlijk hoor. Keihard voor gewerkt. En uiteindelijk is het gelukt. Feyenoord breidt ongeslagen reeks uit. Tot 8 wedstrijden. 8 wedstrijden gewoon niet verloren. Eljero Elia, wat ben je allemaal aan het doen? Jongen, jongen, jongen. Dit is toch echt iets... om naar huis over te schrijven. We pakken nog heel even snel de kalender erbij. Zoals jullie kunnen zien hebben we nu een wedstrijd tegen Sparta. En daarna 2 wedstrijden tegen Arsenal.
We gaan de Eredivisie-wedstrijden gewoon simuleren, want we zijn al kampioen. Daar hoeven we niet meer druk om te maken. En natuurlijk wedstrijden tegen Arsenal, die wil je spelen. En nu loop ik dus wel tegen iets aan. Ik kan geen 11 andere spelers erin zetten, omdat ik niet genoeg spelers heb. Tenminste, niet voor de juiste posities. Dus dit is echt iets waar we volgend seizoen aan moeten gaan werken. Ik kan De Vries bijvoorbeeld nog wel centraal zetten, alleen hij is geen centrale verdediger. Meijer gaat natuurlijk deze wedstrijd gewoon spelen, want met zo'n kwaliteit moet je dit gewoon kunnen. Tegen Sparta Rotterdam. Dus ik ga nu even kijken wat ik met Hansko ga doen en dan ga ik op simuleren drukken. We gaan het zien. Ik heb ervoor gekozen om Nieuwkoop in het midden te zetten en De Vries dan op rechts. En dan heb ik 11 andere spelers op Bijlo trouwens na. Keepers die worden niet echt bemoeid met simulatiewedstrijden. Dus dat is de reden waarom ik hier nu voor kies. En we moeten natuurlijk wel gewoon winnen, want ja, wij zijn Feyenoord. 3-1. Dessers, Minté en Dessers. We willen alles winnen. Dus ook dit soort wedstrijden, als speel je met een B-elftal, moet je willen winnen. Zo word je kampioen. We zijn afgereisd naar Engeland voor een hele belangrijke en speciale wedstrijd. Het is namelijk de halve finale in de Champions League tegen Arsenal. Dit wordt zo moeilijk en ik weet echt niet wat ik er momenteel van moet gaan verwachten, naast dat we het heel moeilijk gaan krijgen. En zoals jullie zien, wisselen gaat hem niet echt worden. Iedereen is nog vermoeid van die wedstrijd tegen Sparta. Maar gelukkig zijn de 11 spelers die nu in het veld staan, zijn helemaal fit. Ik heb Afijka die een beetje ontevreden is. Ik heb hem een paar keer niet erop gezet. En dan begin je natuurlijk gelijk al te klagen, want dat vinden ze blijkbaar normaal. Maar goed, we gaan het op deze manier doen. Gewoon de 11 namen die we van tevoren al hadden verwacht. De enige misschien Deel Roosun. Maar deze spelers moeten het gaan doen. We zijn er klaar voor. We zijn ready in Engeland tegen Arsenal. Let's go. Ja, ja. En iedereen is erbij. Van zowel Feyenoord en van Arsenal. En die Saka moeten we echt in onze zak gaan hebben hoor. Want die jongen is zo gevaarlijk. Net als Martinelli. We gaan het gewoon heel moeilijk krijgen. Dat weten we. We zijn erop ingesteld. Dus let's go. Oké, Saka heeft voor het eerst de bal aan de zijkant. En wij wilden hem natuurlijk uitschakelen. Dan moet je wel voor goede huizen komen. Hier hebben we heel veel geluk. Hou binnen, jongen. Oké, kom maar. We gaan gelijk vooruit en dan zien we gelijk dat zij iets sneller zijn dan ons. Maar we proberen ons gelijk terug te vechten. En helemaal hier verdedigd. Oké, kom maar. Pijsjouw voor het eerst aan de bal. Waarmee Feyenoord zo dadelijk gaat beginnen. Inspelen, lopen. Krijg je hem. We zijn er langs. Hij heeft hem gewoon. Oké, richting de achterlijn. Waar is onze spits? Tweede paal. Goed getjoept. Koppen. Golasso. We maken het heel Roosun. Oh, wat een uitgespeelde kans. Heerlijk hoor. Bij de tweede paal komt je gewoon ingevlogen. Eerste kans. Tjoep. Over de keeper heen gelegd. Heerlijk hoor. Golasso. Dit had ik echt niet zien aankomen. Maar dit moeten we nu zien vasthouden. Och, goed gespeeld. Saka aan de zijkant. Ja, hebben Timber, kom. Timber, kom. En Saka. Uitschakelen. En nu Saka. Die loopacties zijn goed. Die loopacties. Oh, heerlijk. Bijlo. Koppen. Dat is weer jammer, maar je pakt hem. Dus we zijn blij. En Martinelli. En vooruit. Bal moet... Jimenez, je staat gewoon te slapen, jongen. Hé, hey, scheids. Wat gaan we doen, scheids? Dit is een tackle van 8. Hij is die man. Het maakt niet uit dat het tegen Arsenal is. Waarschuwing? Oh mijn god. Dit is toch van achter? Twee benen vooruit. Loopactie bij Timber. Kijk, zij stappen gelijk in. Oeh, komen erbij. We komen er net niet bij. Maar Bijlo staat weer op te letten. Kun je kort kijken, hebben, playen. Voorzet terug op een teamgenoot. De scheidsrechter geeft... Kijk, je mag mij natuurlijk nu niet geel geven daarvoor, hè, als je daar helemaal niks voor deed. Oké, Pijsjouw lopen. Goed. Nu geven. Naar Pijsjouw geven! Ja, fluit maar af. Ik heb hier helemaal niks in te brengen. Ik heb echt geluk met die goal. Hebben. Gevaarlijk. Ja, mooi gespeeld, maar heerlijk hoor.
Bijlo, heerlijk. Oeh, we hebben echt niks in te brengen eigenlijk. Gelukkig is Timber heel snel aan de bal met draaien. En door. Bal komt niet aan. Mooi gedaan door Saka. Nu kan hij nergens heen. Nu kan hij nergens heen. Hij kan wel ergens heen. Oh, we staan 1-1. Jongen, jongen, jongen. Hij zat toch in de hoek? Tenminste op de achterlijn. Kijk, ze springen overal tussen. We staan te slapen, jongens. Kom, gaan. Gaan, gaan. Brommer. Nee, Brommer. Ze zijn veel sneller. Oi, 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 oi. Hij dribbelt gewoon langs ons. Keeper. We gaan wisselen. Veel snellere spelers nodig. En dat zijn Minté en Poku. Want zoals je kunt zien, Arsenal is super snel. Wij gaan lopen, ruimte maken voor mij. 20 minuten reguliere speeltijd. Resteren. Spits in, hebben vast. Dan verder kijken, wij gaan lopen. Echt joh, alsof wij net hebben leren voetballen. Het wordt prachtig. Och, 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 och. Weggespeeld. Dat zeg ik gewoon over mezelf. Helemaal weggespeeld. Eén keer raken door het midden. Oei, 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 oei. Niet normaal. Hier, hup, hup. Niks aan te doen. Helemaal niks aan te doen. Doe maar, Poku, doe maar. Doe maar. Doe maar. Geef me zoveel ruimte. Tuurlijk geven ze me niet zoveel ruimte. Ja, kijk, kijk hoe snel die bal rondgaat, jongen. Hier, door het midden ook nog eventjes. Ah, ze waren even een tempeltje te hoog voor ons. Dit gaat veel te snel. Oké, tussendoor hebben we dan nog een wedstrijd tegen Vitesse. Die gaan we ook simuleren. En daarna is het alles of niets tegen Arsenal. Het moet een tempootje hoger. Want jullie hebben het gezien. Dit was gewoon 1-2 keer raken bij Arsenal. En ze waren er doorheen. En ik vraag me af, kunnen mijn wisselspelers het ook in de wedstrijd tegen Vitesse? Vitesse is natuurlijk een betere tegenstander dan Sparta, waar ze eerst tegen gespeeld hebben. En wie had ik eigenlijk op de linksbackpositie? Ik zit hier even over te twijfelen. Dan wordt het gewoon maar weer Lopez. Lopez gaat gewoon blijven staan. En ik ga Bijlo ook één wedstrijdje rust geven. De volgende wedstrijd moet het echt gebeuren. Oké, we klikken op snel simuleren. En je hebt niet genoeg spelers. Oeh, ik denk dat ik... Ja, Hartman staat nog, zit nog op de bank. Dan komt Van Sas op de bank. Gaan we snel simuleren en we hopen natuurlijk dat we gewoon doen wat we moeten doen. 2-2. Op zich prima voor de spelers die erin stonden. Zerouki en Dessen scoren. Helemaal goed. Wij gaan ons nu richten op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen Arsenal. We spelen thuis in de Kuip. Dus ik verwacht dat we wel veel beter gaan spelen dan de uitwedstrijd. Want dat was echt niet om aan te zien. Maar ja, zoals we kunnen zien, Arsenal gaat gelijk ook naar voren. Zich mag opmaken voor de finale. Het is Feyenoord dat het opneemt tegen Arsenal. De bezoekers staan er prima voor na die gewonnen. Zo, door het midden gewoon. Ze tikken gewoon door het midden. Andere kant, Minté. Inspelen. Lopen, Sint. Lopen, lopen, Sint. Tuurlijk, weg. Naar het doel. Naar het doel, goed meenemen. Richting het doel, richting de keeper aan. Schieten. Schiet naast. Oh, ja, maar die wil je eigenlijk ook niet daar hebben. Daar moet Minté staan. Maar we zijn wel goed begonnen. Ah, zonde. Echt jammer. Ja, zelfs als je ervoor blijft staan, weten ze de vrije man te vinden. Niet normaal. Kijk, kijk, kijk. Mooi gespeeld. Mooi getikt. Minté. Arsenal met de bal in de ploeg. Dacht ik eindelijk gebruik kunnen gaan maken van zijn brommen. Liep je tegen de muur aan. Ja, ja, ja. Prachtig uitgespeeld. Prachtig. Arsenal is te sterk voor ons. Dat weten we nu al in minuut 24. Minté naar binnen aannemen. Ben je er langs? Ja, ik kan nergens heen. Jiménez sluit veel te sloom aan. Wat is dit nou weer voor counter? Wat is dit nou weer? Zak even op de brommer. Jezus, mag je zomaar uithalen? Ja, doelpunt, schitterend. Ai, 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 ai.
Dit is echt de klasse. Om maar Minté, zet hem maar aan. Even kijken. Dit is een van mijn snelste spelers. Die wordt gewoon door iedereen bijgehouden. Dat is toch niet normaal? Ai, ai, ai. 3 goals scoren. Dat gaan wij niet meer goed maken. Hier in het midden. Nog een keer. En doorlopen zelf. Krijg je hem mee? Ja, top. Helemaal top. Randje 16. Kijk, en hoe een ruimte bij hun ontstaat. Colasso Jiménez. Heerlijk. Gaat er nog wat gebeuren hier? Nog 2 goals. Gabriel Jesus. Ik word goed gelopen. Moeten op tijd ingrijpen. Op tijd ingrijpen nu. Te laat. Maar we hebben hem. Heerlijk, Bijlo. Heerlijk. Ze spelen met me. En bal terug in bezit. Inspelen, lopen. Oh, goh, scheid. Nee, helemaal niks gewoon. En dat druk zetten heeft zin. Ja, dat zie je toch. Jesus. Echt waar, belachelijk. Deze scheidsrechter. Oké, Pajau, kom maar. Oh, we lopen onszelf vast. En dan... Neer, laag. Heerlijk slapen, jongen. Hebben. Oké, nog één. Gun ons tenminste nog eentje, jongen. Ai, ai, ai. Gestrand in de halve finale. Was te mooi om waar te zijn. Kijk dit rijtje. Het is natuurlijk echt wel echt een compliment naar de ploeg. Dat wij in dit rijtje thuis horen. In de halve finale. Met Arsenal, PSG en Manchester City. Maar het is natuurlijk jammer dat het hier eigenlijk gewoon stopt. Dit was het einde. Wauw, ik had dus niet verwacht dat dit zou lukken. Ze hebben voor Feiga hebben ze Fofana aangeboden van Chelsea. En ik heb 40 miljoen gevraagd terwijl ze eerst maar 18,5 miljoen aanboden. En ze hebben het gewoon geaccepteerd. Dus ik krijg nu gewoon 40 miljoen nog. Jongen. Hoe ze me proberen op te lichten. Zoals we zien komen er nog wel wat talenten aan. Deze spelers gaan we zeker ook verhuren. En heel veel zijn verdedigend. Ik ben wel benieuwd hoe onze verdediging er volgend seizoen uit gaat komen te zien. Maar ja, daar komen we later pas achter. Dames en heren, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken en reageren op deze serie. De Feyenoord carrière mode met El Giro Elia als trainer. Dit seizoen is jammer genoeg afgelopen. En we hebben jammer genoeg maar één prijs binnen weten te slepen. Dat is de prijs van de Eredivisie. Tenminste, kampioen worden van de Eredivisie. Nu is het natuurlijk zaak om dit uit te gaan breien in het volgende seizoen. We gaan natuurlijk voor een seizoen 2 in de Feyenoord carrière mode. En ik hoop dat jullie daar ook weer zoveel energie in willen steken. Willen reageren en er natuurlijk naar willen kijken. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duim omhoog. Klik op de abonneerknop. En dan zie ik jullie snel bij het nieuwe seizoen van de Feyenoord carrière mode. Peace.